fijn dat jullie er allemaal zo gekomen, vroeg gekomen zijn voor deze talk, een early bird sessie. Mijn naam is Gerke Kok, een senior software developer bij First Aid. En ik wil jullie meenemen op een reis rond identity en access management in de 21st century. De grootvader van mijn vrouw was aannemer Timmerman. Hij maakte dit soort mooie tekeningen om ons te doen genieten van fantastische paneeldeuren. En zijn ambacht laat ons nog steeds wonen in mooie, ambachtelijk gemaakte huizen. Met deuren met mooie paneeldeuren. We houden allemaal van zulke ambachtelijke dingen. Maar we willen ook graag dat ons huis veilig is. Tegen inbraak. En dat deuren niet rammelen en klemmen. Daarvoor is onze veiligheid, de veiligheid van ons huis, te belangrijk. Hetzelfde geldt ook voor identity. Onze identity. En daarom, dat is precies waarom ik pleit voor een product van constante kwaliteit boven ambachtelijk systeem op het gebied van identity en access management. Maar, waar hebben we het eigenlijk over als we over identity en access management hebben? Dan hebben we het over drie dingen. Je identiteit. Wie ben ik? Authenticiteit. Een lelijk Nederlands woord, maar in het Engels klinkt het beter. Hoe bewijs je dat je bent wie je zegt dat je bent? En daarna, wat mag ik? Wat mag jij aan de hand van die identiteit? Wij als programmeurs gaan daar natuurlijk een oplossing voor bedenken. En denken, username, wachtwoordtabelletje. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar hebben we dan gedacht aan hashing? Want ja, opslaan in plain text, daar beginnen we niet meer aan natuurlijk. Maar ja, hashing. Welke hashing algoritmes gebruik je? Heb je al over salting nagedacht? Wat? Salting? Ja. En daarna kom je nog met een rits aan password policies. Om zo goed mogelijk op passwords af te dwingen. En hoe vaak moet je dan pakken? Hoe vaak moet je dat veranderen? Nou, allemaal over nadenken. Goed. Dan heb je je user- en wachtwoordtabel klaar. En dan? Dan komt de komende lijst met features. Mensen willen hun wachtwoorden kunnen wijzigen. Mensen willen een e-mail aan kunnen passen. Mensen vergeten hun wachtwoorden. Er moeten ook mensen zijn die al die accounts opvoeren. En daarna moeten ook nog rollen uitgedeeld worden. Nog meer schermen. Al dat soort features. Eén keer leuk, twee keer leuk. Daarna wordt het saai. En mensen die saaie klussen doen, die maken fouten. Net zoals wij allemaal. Waarom zou je dan voor een collaboratieve open source oplossing moeten kiezen? Handwerk, hebben we net gezien, is foutgevoelig. Voor een betere kwaliteit kun je beter gaan samenwerken. Want die identiteit, als daar fouten in mee gebeuren, dan ligt privéinformatie op straat. En dat willen we niet. En toegangsmethodes worden steeds complexer. Want ja, hier en daar een identiteit en veel software services. Een recent voorbeeld van hoe gênant het kan zijn als het fout gaat, hebben we laatst in het nieuws gehad. Ashley Madison, de vreemdgaansite. De hackers hadden ze te pakken. 36 miljoen passwords, 36 miljoen levens lagen potentieel op straat. Maar Ashley Madison had nagedacht. Zijn huiswerk gedaan. En 5 dagen duurde het. Toen hadden ze de hackers 4000 wachtwoorden van die 36 miljoen
eindelijk in plain text beschikbaar. Maar ja, het waren alleen maar die slappe wachtwoorden. Totdat de hackers ontdekten dat Ashley Madison toch een foutje gemaakt had. Is een hashing algoritme. Bcrypt, de ene bcrypt is de andere niet. 11 miljoen wachtwoorden binnen 5 dagen. 11 miljoen levens aan stukjes. Ik denk dat de users betere privacy hadden verwacht. Misschien was dit wel zo heilzaam, want zo'n site is natuurlijk überhaupt niet een goede zaak. Denk eens na. Zelfs als je je research gedaan hebt. Als je je huiswerk gedaan hebt. Ik ga jou verlossen van een storingtje die wij de hele tijd horen. So the idea is we're going to create. Mijn broek staat te spreken. Mijn alter ego, we hebben zo elkaar nog niet aan de slag. Security foutje, ja. Zie je wel? Handwerk. Zo, dat moet beter gaan. De users hadden dus betere praktijk. Ja. Dus denk eens na. Zelfs als je je research gedaan hebt. En je hebt je goede studie gemaakt. Je denkt, ik weet hoe bcrypt werkt. We gaan het er maken. Het garandeert niet dat je een goede bcrypt schrijft. Zeker niet in je eentje. Broken identity en session management staat niet voor niks op tweede plek in de OWASP top 10. Want ja, je identiteit op straat. Ga er maar aan staan. Maar wanhoop niet. Collaboration heeft verschillende projecten beschikbaar gemaakt. Waar we later één van gaan bekijken. Even een niet al te diepe duik in OAuth 2.0. De workflow. Jij als gebruiker wilt graag toegang hebben tot de service. Je gaat naar die service en die zegt, weet je wat, bewijs jij eerst maar wie je bent. Dus die redirect jou naar een site die jouw identiteit kan vaststellen. Die stelt jouw identiteit vast aan de hand van wat voor authenticatiemiddelen ook. En stuurt daar bewijs van via jouw browser, netjes gesigned en alles. Jij stuurt dat door naar die site en die zegt, ja, top, je mag erin. Je mag aan de slag. Je mag dit soort dingen doen en jij hebt mij toestemming gegeven om jouw foto's op te halen bij een andere service. Ook dankjewel. En de foto's die je wil afdrukken liggen morgen in de post. Maar je ziet hoeveel pijltjes er zijn. Minstens 10. Hoeveel contactplekken dat oplevert. Ook minstens 10, zo niet 20. Zoveel plekken, zoveel kansen om het fout te doen. Liever niet. Vroeger hadden we een mooi geleerd systeem, doen we natuurlijk nog steeds, ook in onze microservices. Maar één groot systeem, hack eromheen, password database er tegenaan, klaar is case. Zo eenvoudig is de wereld niet meer. We hebben tegenwoordig microservices, die worden er vandaag mee doodgegooid. Geweldig, maar wie bepaalt nou wat? Waar mag je allemaal bij? Wilt groei aan user databases? Wilt groeien aan hacken? Ja, dat wil je natuurlijk niet. Waarom gebruiken we niet de identiteiten die mensen toch al hebben? Dat willen ze graag. En deze identiteitsproviders willen dat ook. Google, Facebook, Twitter, dat kennen we allemaal. Maar ook in de business, LDAP, Active Directory. En zelfs de banken, die willen jouw identiteit vaststellen voor anderen. Blijkbaar is er geld te verdienen. En als user wil je dat. Je wil graag het gemak van één keer inloggen. En de SaaS providers willen dat ook. Die zeggen, joh, die username en wachtwoordtabelletjes, dat hebben we nou wel gezien. Laat die gebruiker maar gewoon komen met bewijs van zijn identiteit. Dan regelen wij de rest.
wat is dan de speak op dit gebied? Bij OAuth heb je het dan over... Ik, als gebruiker, wil die dienst, die SaaS-oplossing, toestemming geven om mijn foto's bij de fotosite, Instagram, naar die printservice te sturen. Of als je een business speak hebt, ik wil deze groep gebruikers toegang geven tot Salesforce. Of die groep gebruikers toegang geven tot Jira. Dat soort mooie protocollen zijn er. En in de collaborative world, waarin we samenwerken om dit soort protocollen tot een succes te brengen, komen wij tegen het mooie product Keycloak. Eén van de voorbeelden. OpenIM, Shibboleth, er zijn er meer. Maar in dit praatje wil ik graag een demonstratie gaan geven van deze oplossing. Wat biedt Keycloak ons? Die biedt single sign-on op basis van wild groei aan identiteitsproviders voor webservices, RESTful webservices en browser apps. Ze doen dat op basis van OAuth 2.0 en desgewenst ook op SAML. Dat is een hele rij aan features die ze hebben. De grootste, belangrijkste hier is Identity Federation. User Federation, die users kunnen uit verschillende databases komen. LDAP, Active Directory, banken, overheid, Google, Facebook, Twitter. Maakt niet uit. Ze hebben ook de hele rits aan user schermen. Dus als je zegt, weet je wat, ik begin klein, ik heb alleen maar user management nodig. Dat leveren ze ook allemaal. Het is volledig themable. Dus de gebruiker merkt uiteindelijk niet eens of ze nou op Keycloak zitten of op jouw applicatie. Het is volledig weg te laten te poetsen. Maar je ziet een hele lijst. Geniet er zelf van als je op de Keycloak site komt. Wij als First Aid hebben dat toegepast bij een internet core company. Daar hadden ze een rapportageapplicatie nodig. Die konden wij zo neerleggen op basis van Keycloak wat betreft user management. Er hoefde amper regelcode voor geschreven worden. Wij deden daar role-based access. Daarnaast gebruiken wij het binnen First Aid voor een dienstverlenend bedrijf in de agrarische sector. Daar doen wij het beschermen van microservices en het werken met complexe role-based access. Daarnaast gebruiken we ook door de overheid beschikbaar gestelde identiteiten. De demo. Want jullie willen natuurlijk techniek zien, daarom zijn jullie hier. Hoe pas je dit toe? Ik laat het toepassen in een kleine voorbeeldapplicatie. De Kite Club, een stel enthousiastelingen die quadcopters heeft. En die willen dat ook tonen aan de mensen binnen hun club. En daartoe hebben ze een applicatie in het leven gebracht. Dan heb je twee rollen. Een manager, admin en een member. Het is zo opgebouwd, twee Wildfly instances. De ene met Keycloak erop. De andere met een Keycloak adapter en deze applicatie. De Keycloak adapter zul je steeds terugvinden in de applicatie waarin jij je bevindt. Het had ook allemaal op één Wildfly. Maar voor de ontwikkelomgeving is het makkelijker om het zo te doen. Maar er zijn allerlei variaties hier op dit thema mogelijk. Mag ik jullie meenemen naar de demonstratie? Kijken of mijn unification werkt. Ja. Keycloak. Zelfs hier moet je inloggen. En hier heb je management software voor je Realm. Je kunt een Realm per club maken. Een club
zoals de kiteclub of een postzegelverzamelaarsclub. Of, nou, je kunt natuurlijk ook in bedrijven zien dat je bepaalde realms hebt. Waarin je users definieert of waarin je koppelingen legt die voor bepaalde realms belangrijk zijn. Daarin zet je een naam en daar kun je rollen definiëren. De adminrol zoals ik genoemd heb en de managerrol. En voor mijn gemak in eerste instantie een handvol users. Die ook uit de Federation kunnen komen, wat ik later in de demonstratie hoop te kunnen laten zien. Als de tijd het toelaat. Hier is Jan, is de manager. Als je hier zijn rollen ziet, hij is member en admin. En de rest van de gebruikers zijn meer mortals. Nou, de Kite Club applicatie. Zie je hier, de Kite Club. Nog geheel en al zonder authenticatie. Ik ga laten zien hoe je dat kunt toevoegen. Als je hier My Kites laat zien, laat hij natuurlijk weinig zien, want hij weet niet wie je bent. Dus niks te zien. Maar admin access, ja, hij weet niet wie je bent. Hij laat alles maar zien. Dat willen we natuurlijk niet. We willen dat graag beschermen. Onze favoriete editor. Goed te lezen, denk ik. Het is geheel en al Java EE gebaseerd. Je kunt zo je JAS configuratie erin fietsen. Zie hier waar je normaal je form login of je basic auth kunt configureren. Daar plak je nu keycloak in. Dat komt door je keycloak adapter die je erin gestopt hebt. Dan krijg je dit beschikbaar. Daarnaast ga je natuurlijk netjes definiëren welke dingen je beveiligen wil. We beveiligen met de adminrol de adminpagina en met de memberrol de MyKites pagina. En daarna, for good measure, enumereren we de rollen nog een keer. Want dat wil Jaas graag. Redeploy. Bij de hoofdpagina mag iedereen nog steeds. Maar als je nou MyKites opvraagt, zegt hij, ja, wacht even. Wie ben jij? Nou, ik ben Piet. Ja, je mag erbij. Hij weet dat je er bent. Je mag ook uitloggen. En je mag je account bekijken. Kijk eens aan. Je kan hier je username aanpassen. Nee, de e-mailadres aanpassen. Alle andere gegevens. Je kan een wachtwoord doen. Je kunt zelfs een one-time password configureren. Je kunt je sessies beheren. Je kunt zien waar je ooit ingelogd bent. En je kunt sign-out doen. Dan willen we natuurlijk weten of je niet ook stiekem toch wel bij de admin-pagina komt. Ponk! Nee, mag niet. Zo, dan zijn we dus veilig. Ja, dat zullen we zo meteen zien. Kijken of Jan wel bij de admin-pagina mag. Kijk eens aan. Dat kan wel. Nou, ook goed geregeld. Je denkt, hoe weet hij de een en het ander nou? In de Keycloak Realm settings heb je een koppeling gelegd tussen Keycloak en de Keycloak adapter. Door een zogeheten client aan te maken.
de Kite Club Client. Die geef je hier op wat voor protocol het is. Hier op waar die zich kan. Waar die elkaar kan vinden. En dan kun je hier bij installation een certificaat uitwisselen. Public key. Dit stukje plak je in een configuratiefile. Zie daar. Daar staat alles netjes in. En de koppeling is tot stand gebracht. Ja, als je hier zag, als je inlogt, dan laat hij niet zien wie je bent. Het zou wel mooi zijn als dat wel zou kunnen natuurlijk. Dat configureer je hier, bij de client, bij de mappers. Daar zeg je, je mag via JSON Web Tokens gegevens doorgeven aan de client. In dit geval een username, een given name en een family name en een employee number. En ook nog een nickname. Die gaan we allemaal zien dat je die over de lijn krijgt. We beginnen met de username, de family name. Deze. Nee, ik heb geen JRebel, dus we moeten een reload doen. En zie daar, Jan Klaassen komt in beeld. Ja, ze weten nog steeds niet waar welke kites van hem zijn. Dat doen we door de koppeling hier te leggen. We moeten het employee number achterhalen. Dat doen we met deze twee. Laten we kort kijken wat we doen. Daarnet hadden we uit de principle, de calling principle, hadden we de username gehaald. Je haalt er de token uit. En uit de token kunnen we gewoon de given name en de family name. Die is gestandardiseerd, dus die konden we zo oppakken. De employee number is wat ingewikkelder, want het staat niet in de standaard. Maar dat geeft niks. We hebben hier een... Uit diezelfde calling principle halen wij hier een token, wederom, en daar zitten other claims in. En dat is gewoon een fijn hashmapje met keys en values. En daar pikken wij er eentje uit. En
Dat geven we terug als het employee nummer. We hebben herstart, dus het zou nu wel moeten werken. Kijk eens. De kite van Leon Klaassen. We hebben hem te pakken. Nou is het natuurlijk binnen zo'n club ook leuk als je een bijnaam kunt laten zien. Om te laten zien dat er nog meer claims zijn op dit gebied. Wij zoeken onze header weer op. Even kijken. Ja. Dit is hetzelfde riedeltje, het token, wat beschikbaar is gekomen. Daar halen we onze other claims uit. Pakken we daar aan de hand van een bepaald attribuut de nickname uit. En klaar is klaar. Hè? En kijk eens aan, niet zo heel mooi, maar Jantje staat er ook bij, als nickname. Nou komt eigenlijk het spannendste, want we willen natuurlijk ook een koppeling kunnen maken naar een user federation. Dat is waar we uiteindelijk kunnen varen op Google, Facebook, Twitter, banken, LDAP-servers en alles. Dat stelt Keycloak ook ter beschikking. In de User Federation voegen wij een LDAP-server toe. We hebben een algemeen iets. Wij vullen connection details in. Wij testen die connectie. Ja, authenticatie is ook getest met de andere kant. Wij bewaren dit. En we synchroniseren dit. Kijk eens aan. Waar haalt die gegevens vandaan? Nou, dat is mijn LDAP server. Firstaid.nl. Daar werkt Joep. En Joep heeft een e-mailadres en een employee nummer zoals we allemaal nodig hebben. Eens kijken of we daarmee kunnen inloggen. Dan loggen we eerst de andere gebruiker uit. En we loggen in als Joep. Kijk eens aan. Joep, hoe loop. Weet je wat? We gaan die achternaam eens aanpassen. Dus we loggen uit. Wat voor achternaam zullen we hem geven? Vroeger het demo-effect. Joep Jozefson. We loggen weer als Joep in. En voilà. Daar hebben we hem. En dat concludes de demonstration. Zijn er vragen?
In dit geval is het een nickname, daar voorziet de account management page nog niet in. Maar als je de read-write aanzet op de LDAP, dan is het inderdaad mogelijk als hij zijn wachtwoord verandert, dat hij dat ook in LDAP verandert. Klopt. Ja? Hij vraagt over de synchronize knop. Die staat deze. Ik neem aan dat je bedoelt op van, hey, maakt hij nou gewoon een dump van de spul? Ik heb nog niet diep onderzoek gedaan over hoe precies het gaat, maar je ziet wel dat hij, zoals we net zagen, zonder dat ik op die synchronize knop gedrukt heb toch de nieuwe username, de achternaam ophaalt. Dus er zit wel degelijk ook synchronisatie in, zonder dat hij weet wat die user is. Beantwoord jou dat jouw vraag voldoende? Nou, het is het onderzoeken waard, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Hij cast zich gewoon. Ja, maar die achternaam wacht hij wel naar in. Dus hij weet wel degelijk iets van de LDAP, maar waar het grensvlak van de caching ligt, dat is niet helemaal bekend. Maar het is open source, dus je kunt het helemaal uitzoeken. Leuke grapje over open source. Ik ben er helemaal voor, maar anders nog vragen. Waar blijft dat nicknameveld? Want je haalt wel een nicknameveld op, maar dat moet ook ergens ingevuld worden, toch? Ja, en waar komt dat nicknameveld vandaan? Keycloak stelt je in staat, helaas vergeten in de demonstratie, bij elke user, zoals Jan bijvoorbeeld, want die hebben we net gezien, kan je per user attributes opslaan. En die attributes, die kun je dus hier gewoon los opslaan, maar als je bijvoorbeeld voor die federatie hebt, dan heb je hier mappers en die zeggen, weet je, je kunt die dit e-mailadres, dat haal je van de LDAP server af, maar daar is het bekend onder het attribuut mail in plaats van e-mail. Zo zie je dat je een mapping kunt leggen tussen een LDAP attributen of eventueel attributen van Google, Facebook, Twitter naar de attributen die je verwacht in je model waar je tegenaan programmeert, namelijk een keycloak model. Beantwoordt dat jouw vraag voldoende? Ja. Ja, ik was hem helaas vergeten in de demonstratie. Dus anders nog vragen. Ja? De keycloak data, waar wordt die opgeslagen? De keycloak data, waar die opgeslagen wordt. Daar heb je de keus uit any number of JDBC koppelingen. Op dit moment draai ik een persistent H2 koppeling. Maar ik had ook voor Postgres of MySQL kunnen kiezen. Anders nog vragen? Dit is eigenlijk puur gebaseerd op een username en een password. Is dat ook nog uit te breiden met eventuele tweede factor authenticatie? De vraag is of er uitbreiding valt te zijn bovenop de LDAP, bovenop de username wachtwoord. Dat is wel degelijk inderdaad het geval. Zoals ik heb kunnen laten zien in de demonstratie, als je hier op je accountpagina komt, dan heb je hier je authenticator. Je kunt hier op basis van one-time passwords kun je inderdaad two-factor authentication doen. Dat is dan als Keycloak de source van identity is. Je kunt natuurlijk als je je bank als user federation neemt, dan heeft die two-factor authentication al gedaan met je random reader of wat er tegenwoordig maar gebruikt wordt. Of je DigiD. Die koppeling zit er niet standaard in, maar dat is te maken. Anders nog vragen? Ik heb al gelijk wel wat gezegd. Ja, gezellig. Dan ligt eigenlijk beide stappen bij de provider die je inregelt. Maar wat als het nou bij twee providers ligt? Je hebt je eigen Active Directory waar je user account in zit, maar je moet nog een tweede service gebruiken voor
Technisch is natuurlijk alles mogelijk. Ik heb het niet uitgezocht. Dus, nee. Anders nog vragen? Ja. Can you show where you did the theming for the login page? Ja. Men vraagt hoe de theming in zijn werk gaat. Daar kan ik ook een klein stukje voor laten zien. In de managementpagina van de Realm kun je kiezen welk theme je wil. Zo eenvoudig gaat het switchen. Je hebt verschillende themes voor de login, voor de accountpagina. Als ik bijvoorbeeld de accountpagina zou switchen en ik zou hier een full reload doen, zie je dan ineens het thema wegvallen. Dat is de user interface kant van het geheel. Onder water hebben we puur een set aan bestanden die je in een bepaald themaformaat moet neerzetten. Bijvoorbeeld dit, waar je aangeeft dat je een parent hebt. Je importeert nog wat andere gegevens van hey, hoe ziet dit eruit. Je stelt nog wat dingen in en dan kun je je plaatjes, even kijken hoor. Ik had dit plaatje bijvoorbeeld als de achtergrond voor je account theme. En ja, zo, even kijken, ik had ook een logo. Dat soort dingen. Het is gewoon standaard CSS bovenop een standaard theming engine die in de open source wereld meer gebruikt wordt. Is dat genoeg antwoord op jouw vraag? Ja. Anders nog? Dan dank ik jullie allemaal hartelijk voor het zo vroeg uit je bed komen voor deze presentatie. Dankjewel.